Vogelvlucht vertellen wat ik in die 40 jaar allemaal heb uitgesproken. Ik ben in 66 jaar begonnen, dus 40 jaar geleden, bij de F28. Die werd toen nog gebouwd. Dat is eigenlijk een beetje de afloop van de F28. Na een jaar moest ik in dienst. In 77, 78 ben ik in dienst gegaan. Dat was 6 weken Limoges, 4 weken Schaarsbergen en 16 maanden Duitsland, geleide wapens. Ik heb toch nog tot corporaal eerste klas geschopt. Ja. Maar toch maar niet gebleven, weer teruggekeerd naar Fokker. Het dienstjaar telt ook als Fokker dienstjaar bij, dus dat schiet lekker op. Ja, teruggekomen was eigenlijk F28, liep helemaal uit het werk. We hebben bijna niet meer verkocht. Ik heb nog één kist gebouwd, een leervlug. En toen ging ik naar de F16. De F16 programma begon. En dan heb ik eigenlijk de eerste F-16 tot de laatste heb ik gebouwd. Dus als monteur, als systeeminbouwer, samenbouwer. Er kwam eigenlijk een F-16, kwam maar in een Lockheed Galaxy, werd hier aangeleverd als voorbeeldproduct. Welk blok was dat? Weet je dat nog? Dat was welk? Blok. Blok? Ja, je hebt een blok over tot 1600. Ja, dat weet ik niet. Bij Fokker hebben we de Nederlandse en de Noorse F-16's gebouwd. Maar ik heb zo'n beetje alle segmenten doorlopen. Ik geloof niet dat hier iemand nog zit van de F-16, volgens mij. Edith? Nee, dat is mij. Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat Peter heeft van F-28 gedaan, dacht ik. Dus dat is nog een lotgenoot dan van mij. Uit die tijd, verder volgens mij ook niet. Fokker 100 wel. Ik ken een aantal mensen van de Fokker 100. Even kijken, Kees Haas, Nico Visser, dan nog wat Chris natuurlijk, niet te vergeten. Daar heb ik het langs tegenaan gekeken, geloof ik zelf wel. Pechvogel. Nog camera draaien. Productievoorbereiding. Nou, ik heb dus het hele programma F-16 heb ik gedaan tot 1983. Toen ben ik op de tekenkamer terechtgekomen, het stafbureau. Ik heb een dat heb ik tot 86 gedaan en toen ben ik bij de Fokker 100 begonnen. Dat waar ze net met het Fokker 100 programma begonnen. Ik heb eigenlijk de hele aanloop van de Fokker 100. Sinds 4 jaar, Matterhorn. Dat weet je waarschijnlijk nog wel. Een enorme uitdaging dat de Fokkers toch geleverd konden worden. En veel overwerk, want het liep helemaal aan te klauwen. Ja, eigenlijk alle Fokker 100 toch wel. Mede aangebouwd, zeg maar, als productievoorbereider. Dus later de Fokker 70, ook in een soort designteam gezeten. Tot de laatste Fokker 70, tot faillissement 1996, ging de stekker eruit, zoals bekend. Nou, ik werd dus ontslagen vrijdag 15 maart. Ik kreeg de welbekende brief. Ik dacht, het is over, ik kom niet meer bij de vliegtuigen. Had ook nog een foto van je. Ja, dat zag ik, ja. Een foto bij de poort. Bij de poort. Dat ik me weer mocht melden. 18 maart, ja. Dus 18 maart weer begonnen. Voor de curator een jaar gewerkt. Dat was een ontzettend leuke tijd. Ja, ik zeg altijd van er is een tijd van voor het visement en na het visement. Die van voor het visement vind ik nog steeds het leukste, moet ik zeggen. Productietijdperk, vliegtuigen, pasbaar. Dat is gewoon het leukst. Dit is een kantoor, dat mensen op de bank kunnen wijzen. Ja, daar heb ik wat minder mee gezegd, maar goed. We hebben nog een magazijn, we kunnen nog onderdelen bekijken. En je kan nog een woensdag. Nou ja, goed, jaar voor de curator gewerkt. Toch eigenlijk het licht uitgedaan in 1997. Bijna letterlijk het licht uitgedaan, de laatste Fokker 70 was weg. En toen heb ik 2 jaar voor start gewerkt. Bij de ruimtevaart, in de Leiden, in de cleanroom. Dus had wel wat verwantschap met vliegtuigbaan, maar toch weer anders. Totdat ik in 1999 door Martin Schiffer gemeld werd. Een bekende PZ-functionaris. En die vroeg of ik naar Nieuw-Vennep wilde komen. Nou, dat kwam goed uit, want mijn contract liep af bij Fokker Space. En dat werd niet verlengd, omdat die ook helemaal uit het werk liep. Zodoende teruggekomen, Nieuw-Vennep, waar het één grote bouwval was op, want dat was net betrokken door Fokker. Dus de jeneverdamp hing er nog, volgens mij, van Lucas Bols. Nou, daar tot nu toe eigenlijk bij Fokker Services
ja, gezeten tot, ja, eigenlijk, ja, wel in verschillende functies. Eerst heb ik nog VTH-proces gedaan, dus oude delen testen, hertesten en verkopen. Ja, tot nu eigenlijk, en tot mijn grote plezier. En nog steeds erg naar mijn zin eigenlijk, tot op heden. En zo is die 40 jaar er ene voorbij gevlogen. Zo is dat. En behoor ik nu tot de fossielen van het bedrijf. Meubilair. Meubilair. Ja. Ja, maar goed, de ervaring die kan je goed gebruiken. Ik weet van heel veel nieuwe mensen dat ze toch jammer vinden dat ze de productietijdperk gemist hebben. Ze zeggen, ja, helaas, jullie zijn te laat geboren. Dus ja, ik heb het niet willen missen, die hele vliegtuigbouw. Dus fantastisch geweest. Dus bedankt. Jo. Hartstikke mooi, bedankt. Ik kom er even bij. Oh, ja. Die kan het doen. Dan neem ik ze op. 40 jaar. 40 jaar, wat een prestatie, hè? Echt een prestatie. Echt heel bijzonder. Ja. Ik denk niet dat veel mensen dat nadoen. En nog een jonge god, hè? Dus we hopen nog, nog vele jaren van je te mogen genieten. Je kwam van de week terug uit Griekenland. Die zei dat je bijna een huisje gekocht had daar, dus ik kreeg het even benauwd. Ja. Ik hoop dat je ons toch nog wel een paar jaar... Nou, dat is pas voor over een paar jaar, hè? Ik moet nog een paar jaar. Dan is het goed. Ja, dus 40 op naar de 50. Dat zou, ja. 50 dienstjaren bedoel je? Dat gaat opnieuw. Nee, maar echt een prachtige prestatie. 40 jaar, je bent begonnen in de productie ook. Je hebt volgens mij aan bijna alle fokkenproducten gewerkt. Er hangen er hier een aantal. Behalve de fokken 50 en de F-27. Alleen de dus F-28 en de fokken 100. De F-16. F-16 ook, die hangt er ook bij. Ja. Je hebt eigenlijk van alles gedaan. Ook productievoorbereiding heb je een hele tijd gedaan. Ja. Nog andere... Ik heb ook nog een cursus gereedschapmaker gevolgd. Ik ben nog even mallenbouwer geweest voor een half jaartje. Dat werk viel helemaal stil, dat was werktijdverkorting, dus er was niks meer te doen. De F-16 was afgelopen. Nou ja, dan gaan we even wat anders doen. En nog steeds met mallen bezig? En nog steeds met mallen bezig, ja. Die komt er niet meer vanaf. Mallen. Nou ja, inmiddels al de hele tijd bij Production and Maintenance Engineering en nu je functie als obsolescence engineer, production engineer, pas je eigenlijk alles toe wat je in die 40 jaar als bagage hebt meegenomen. Ja. Alle ervaring komt weer boven, ja. Speciaal voor jou de touwgamebroodjes besteld, want ook dat is een fokkentraditie die sommigen van jullie nog wel goed zullen kennen. Ik hoop dat ze in de smaak vallen, sommigen kenden ze niet eens, geloof ik. Oud huisleden. Onze huisbakker kende niet eens dit touwgamebroodje. Ja, beeld hoor. Ook voor Tony een nieuwe uitdaging. Maar ik ben in de volgende verjaardag. Dus nou ja, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooie prestatie en ik hoop nog een goede jaren. Ja, dat heb ik ook. Je moet in principe nog 6 jaar volgens mij. Dus, nee, 7 jaar. Okay. Of het volmaakt, weet ik niet. Nou, blijf nog blijven in ieder geval. Ja, okay. We hebben hier wat mooie woorden van Fokker en van de directeur. En natuurlijk hoort er een mooi cadeautje bij. Je hebt nog allerlei wilde plannen. Twee brieven, wat is dat? Er is de standaardbrief en Peter Somers heeft ook nog een persoonlijke brief aan je geschreven. Ja, dat is geschreven. Ja. Dit hoort er natuurlijk ook bij. Mooi. Dat is de gouden. Oh, de gouden. Ja. Heb ik de gouden? Ja. Kleurig zo. Oh. De lijkt smelten. Kaas. Ik moet erbij zeggen dat het nog niet helemaal goed is doorgekomen. Ik hoor nu zelfs dat het moeilijk is om een echt horloge te krijgen. Maar oh, ja. We gaan wat moois regelen. Oké. Okay. Hier zit een voorproefje in ieder geval. Het is geen lege doos. Pak maar even uit. Nee, niet helemaal leeg. Ja. Nou, dan ga ik er even op. Is het symbolisch of zo? Oh, hij is toch wel symbolisch. Hij is wel de juiste kleur. Nou, kijk eens. Dat gaat hem worden. Ja, maar dat iedereen is goed. Ja, dat is dus het kraam. Een gouden horloge. Ah, okay. Met inscriptie. Wow. Hij was er niet binnen. Nee, ik hoorde net ook zelf dat we dat voor de bouwtje met een je moet gewoon niet obsolete. Het is wel een Rolex. Mede Japan denk ik dan, of Taiwan denk ik dan. Ja, denk ik wel. Echt geweldig, dat teken ik voor. En natuurlijk een mooie
Chris, voor de foto. De film, denk ik. Nee, hij wordt ja, de foto maken we later wel. Deze Snapchat. Voor de vrouw. Dank je. Thank you.